superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Beschikken. Deze keer echt iets heel leuks. We gaan namelijk een krans maken met droog materialen op deze ijzeren kransen. Heel erg in, je ziet ze veel voorbij komen op Pinterest en in veel interieurbladen. En vanavond gaan wij ze zelf maken. En het leuke is, aan het eind van de video ga ik er zelfs één weggeven. Dus een pakketje dat je zelf in je eigen wens kan maken. Dus hou dat goed in de gaten. Laten we nu eerst gaan beginnen. Ik ga beginnen bij de kleine van 30 centimeter. Ik heb dus ook een grotere versie. En wat ook leuk is, is als je hem klaar hebt om ze zo in elkaar te hangen. Of gewoon wel los van elkaar. Dus dat geeft natuurlijk ook een leuk effect. Daarnaast kun je kiezen voor verschillende kleuren. En je kan hem bijvoorbeeld maken in de wit tinten, roze tinten, roze paars of gemengd. En dat is wat ik vandaag ga doen. Dus dat ga ik jullie laten zien. Laten we beginnen. Wat ben je dus nodig? Als eerste een ijzeren ring, een snoeischaar, wikkeldraad en natuurlijk de bloemen die je kunt laten drogen of die al gedroogd zijn. Ik heb al een mooie selectie gemaakt, waaronder karel, statise, craspedia, eucalyptus, gipskruid en ga zo maar door. Ik zal je het even laten zien en dan gaan we gauw aan de slag. Wat je als eerste doet, je pakt een ring en het ijzerdraadje en bevestig het ijzerdraadje aan de ring vast, zodat deze even goed vast zit. Gewoon aan het rolletje laten zitten, maar even goed vastmaken. Wat we dan gaan doen is onze materialen in kleinere stukjes knippen. Wat wel belangrijk is, is dat het altijd een steeltje houdt. Hoe fijner jij knipt, hoe fijner jouw krans gaat worden. Dit is wat mij betreft prima. Er zit dan nog net een steeltje aan. Wat we goed kunnen gebruiken om straks aan te bevestigen. Dit gaan we met alle materialen doen. Zo, dat heb ik alvast even voor je klaargemaakt en dan kunnen we nu gaan beginnen. Wat je doet, is je legt de eucalyptus, of een ander bloemetje, maar ik begin al met de eucalyptus, op het draad en je gaat er met het ijzerdraadje omheen zodat je hem vastbindt. Dan pak je het volgende bloemetje en die leg je er op dezelfde manier weer op. En dan bind je hem weer omheen. Dan pak je bijvoorbeeld een beetje gipskruid en dat doe je ook op dezelfde manier. En zo blijf je dit herhalen. Ik doe het nu heel gemengd, maar je kan natuurlijk ook elke keer groepjes vormen. En dan krijg je een ander effect. Maar ik laat jullie nu zien hoe ik het gemengd opbind. Ik leg er weer een takje tegenaan. En je doet het draadje eromheen. Weer een takje tegenaan. En ik bind ze weer met het draadje omheen. En zoals je ziet geeft het al een heel mooi effect. Dan pak je even weer een ander bloemetje. En je bindt ze weer met het draadje omheen. Hoe verder je uit elkaar gaat, hoe smaller de krans wordt, hoe compacter je op elkaar bindt, hoe dikker de krans wordt. Dus dat is net wat je mooi vindt. Wat vaak wel mooi is, is om aan de buitenkant iets smaller te werken dan aan de binnenkant. Kijk goed naar de verdeling van de bloemen. Kijk vooral naar de kleurtinten en dat elke keer die kleuren weer goed terugkomen. En zorg ook dat je vooral de onderkant, je krijgt op een gegeven moment iets in de achterkant, dat is niet erg want je hangt hem toch op. Maar dat je wel ook onder en boven elke keer rond werkt. Je kan er natuurlijk ook de hele krans rond doen, maar wij doen hem alleen vandaag de onderkant. Maar je kunt natuurlijk zo ver gaan als je wil. Hoe dichter je op elkaar werkt, hoe meer materiaal je nodig hebt. Maar ook hoe dikker die dus wordt. Zoals je ziet heb ik er wat langere steeltjes tussen. Dan wordt je krans ook dikker bij de steel. Dan maak je het zelfs nog lastiger. Dus soms is het dan even handig om de steeltjes eraf te knippen. Maak jezelf even iets makkelijker mee. En je blijft elke keer hetzelfde herhalen. Je zult ook merken dat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is.
Maar je moet gewoon zorgen dat je de verdeling goed houdt. Draadje eromheen, zet je hem even goed vast. Ik werk nu aardig compact, dat doe ik ook bewust. Want materialen die nog niet gedroogd zijn, zullen altijd iets krimpen als ze indrogen. Hou daar dus rekening mee. Deze bloemetjes zijn bijvoorbeeld gedroogd en deze zullen ook niet veel krimpen. Maar zoals de statuïzen en de gipskuit zal nog wel even iets inkrimpen. Zoals je ziet geeft het al echt een geweldig romantisch effect. Ja, ik hou hier echt van. Ik vind het echt geweldig leuk. En ook mooi vrolijk en kleurrijk voor de zomer. Ja, ook echt leuk om op te hangen. Maar je zou hem ook helemaal kunnen binden en op tafel kunnen leggen met een leuk kaars of windlicht erin. Is ook erg leuk. Ik ga er nu voor kiezen om nog een klein stukje af te maken. Dan werk ik hem af en dan vind ik hem leuk genoeg voor nu. Maar je kan dus verder werken zover als je wil. Ik vind hem qua lengte zo goed en voldoende vol. Dus ik ga hem afwerken. Wat je dan doet is je zorgt even dat alle bloemetjes goed vastzitten. Dus je winkelt eventjes een keertje extra voor de zekerheid. Je knipt de lange stelen af. Maar je wil eigenlijk niet dat je dat eindje ziet. Dus wat we dan even gaan doen, is wat korte bloemetjes er andersom tegenaan leggen. Steek je een beetje tussen de steeltjes. Doe een takje eucalyptus. Een takje gipskruid. En dan bind je hem er een beetje tussen. Dus je doet eigenlijk hetzelfde, alleen maar dwars. Het is nu iets lastiger, omdat je met het draadje tussen de bloemetjes door moet. Maar dan zul je zien dat je hem net iets mooier afgewerkt hebt. Dan wikkel je hem nog een keer extra eronder. Dus hier zie je niks van, want dit druk je straks weer onder de bloemetjes. En dan kan je hem afknippen. Dan kun je eventueel, als je hem op wil hangen, even kijken of er nog wat draad zichtbaar is. Bij mij heb je dat op dit moment aan deze kant. En dan kun je hem nog iets draaien en schuiven, zodat de bloemen echt aan de voorkant komen. En je mooi op de bloemen kijkt. Nou, ik vind hem echt geweldig leuk. Ik ga een mooi jute touw aan hangen om hem op te hangen. Je kan hem dus ook neerleggen. Ja, het is net wat je zelf eigenlijk het mooiste vindt. Dus ja, ik ben verkocht. En je kan hem dus in elke kleur maken als je eigenlijk wil. En dus in verschillende maten. Zoals je ziet. Nou, ik ben er echt super blij mee. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden. En wil je dit nou winnen en zelf ermee aan de slag? Laat dan hieronder weten dat je meedoet. En abonneer gratis op het YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alles wat we gaan maken. En wie weet maak jij dan ook zo'n mooie krans thuis. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!